Op 19 en 21 september vinden de algemene politieke beschouwingen plaats in Den Haag. Mark Rutte, debatteert hij zich weer lachend naar de finish of heeft de Rutte-methode zijn langste tijd gehad? Mark Rutte wordt door vriend en vijand in Den Haag gezien als een fenomeen als het om debatteren gaat. Zelden komt hij in de problemen. En waar zit hem dat nou in? Dat zit hem er vooral in dat hij A. heel veel dossierkennis heeft, B. ongelooflijk veel plezier uitstraalt in het debat, maar C. ook heel goed in staat is om complexe dingen kort, bondig, helder en met humor uit te leggen. Zie hier een voorbeeld. Ja, eigenlijk voorzitter, als je zou willen wat GroenLinks doet, om niet alleen te kijken naar kabinetsbeleid, maar ook naar wat gebeurt er gewoon in de salarissen van mensen, dan zou je het belastingtarief voor de hoogste groepen moeten verhogen naar 80% of 90%. Van iets onder de 52% nu naar 80% of 90% tot te bereiken wat GroenLinks wil. Dat zal, neem ik aan, nou dan is naar mevrouw Halsema heel ver weg. Want die had ooit nog een wat linksliberalere koers ingezet met GroenLinks, maar dit is erger dan een socialistische partij. Zal het dan bij deze politieke beschouwingen weer zo zijn dat Rutte uiteindelijk de lachende derde is na 2 dagen debat? Nou, daar zijn toch wel wat redenen om daarover te twijfelen. 2 valkuilen waar de premier op moet letten. Allereerst staat hij voor de enorme opgave om de afschaffing van de dividendbelasting te verdedigen, wat volledig op zijn naam rust. Zelfs zijn eigen coalitiegenoten zijn daar heel ongelukkig mee. En alle druk ligt op zijn schouders om dat plan te verdedigen. De 2e valkuil voor Mark Rutte is dat iedere politicus een houdbaarheidsdatum heeft. Er komt een moment dat al die dingen waar je jarenlang om geroemd bent, dat die zich tegen je gaan keren. Dat mensen zich gaan storen aan de Rutte humor, de fluïde bouche, de manier van spreken. En het zou zomaar eens kunnen dat dit dat moment gaat worden voor Rutte. Kortom, dit zouden wel eens de spannendste algemene politieke beschouwingen voor onze premier kunnen worden. Vond je dit nou een leuke en interessante video? Dan kun je hem allereerst hier beneden liken of anders en misschien zelfs beter, je kunt je hierboven abonneren op ons YouTube kanaal.